arms and go. En daar welkom mensen van dit gaming. En welkom weer bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Ik wil zeker niet op de duimpje omhoog klikken en alvast abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag ben ik samen met Jordy. Ja, goeiedag. En wij gaan vandaag het nieuwe format uitleggen van de F1 en de F2. Want ja, veel coureurs hebben dat al gehoord, maar sommigen ook niet. En jullie als kijker natuurlijk ook nog niet. Dus ja, Jordy gaat ons meenemen. Eerst in de regels en daarna doe ik een stukje. Ja, zoals de meesten van jullie misschien wel weten van... wij wouden eigenlijk onze league een beetje aanpassen. Want we hadden natuurlijk met... we hadden eigenlijk eerst en alleen een Formule 1 league. En daar was de car performance... ook wel autoprestatie genoemd, gewoon op equal. Dus alle auto's konden even snel, waren gewoon gelijk. Er zat geen verschil in. Alleen, we hebben nu dus in principe een volle grid met F1. En we kregen zoveel aanmeldingen dat we uiteindelijk eigenlijk een F2 erbij moesten doen. Dus die heb ik nu erbij gemaakt, een F2. Daar kom ik straks eventjes op terug hoe het allemaal zit met de F2. En aan het eind van de video... heb je ook nog een stukje met een tutorial van hoe je je kunt inschrijven voor de F2. Aangezien de F1 al vol zit. Die timestamps die zet ik wel eventjes in de beschrijving of in de comments hieronder. Ook laten we aan het einde nog eventjes dit bestandje zien wat wij nu met jullie gaan doornemen. Zodat je het zelf nog eventjes een keertje rustig terug kunt lezen. Dat jullie in ieder geval kunnen zien dat we niet alleen maar onzin hebben geluld, maar dat het ook gewoon daadwerkelijk op papier staat. Dus dan gaan we nu in ieder geval eerst even over naar de grootste verandering en een aantal regels. De car performance die gaan we dus van equal naar realistic zetten. Dit willen wij doen omdat in de Formule 1 maken we dan zeg maar een beetje een meer realistisch beeld. En het maakt het ook wat leuker denk ik om naar te kijken. Want je krijgt dan echt meer gevechtjes met de top, het middenveld en de mensen achteraan. Nu heb je zeg maar gewoon een paar mensen die gewoon veel sneller zijn dan de rest en die rijden vooraan. En verder is het een beetje achteraan met echt heel, heel veel kleine groepjes weet je. En nu zul je toch echt wat meer gevechten gaan krijgen waarschijnlijk. Als het uitpakt zoals wij het willen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we hem naar realistisch hebben gezet. En ook komt daar nog bij, omdat we natuurlijk een F2 league erbij gaan doen. En daar is de car performance ook al op equal. Dus dan is het voor die mensen, als ze dan van F2 met equal naar Formule 1 met equal gaan, is eigenlijk bijna niks veranderd. Dus als we hem dan op realistisch hebben gezet, omdat we nu op realistisch hebben gezet, is die stap dus wel anders. Dus het is daadwerkelijk ook... daar worden de andere prestaties verwacht dan dat je bij de F2 kan natuurlijk met gelijke auto's. Dus daarvoor hebben wij voor die keuze in ieder geval gekozen. Verder gaan we met contracten werken. Dus zeg maar een teambaas die kan coureurs een contract aanbieden. Over hoe het zit met de contracten en zo, daar kom ik straks nog eventjes op terug. Het is dus eigenlijk een beetje coureurs die kunnen dus... Je hebt zeg maar een teambaas... Dat is per motorcategorie. Dus je hebt een teambaas voor Mercedes. Je hebt een teambaas voor Ferrari. Je hebt een teambaas voor Honda. En je hebt een teambaas voor Renault. Dat is gebaseerd op de motor die in de auto's liggen. Dus bij Mercedes. Mercedes teambaas die beschikt dus over Mercedes, Racing Point en Williams. Nou, Honda beschikt dus over Red Bull en Alfa Tauri. Nou, zo gaan we maar door. Ik neem aan dat de meesten van jullie die Formule 1 kijken. Die weten wel hoe dat zit. Even kijken de teambaas die mag dus in principe ook als je twee Williams coureurs hebt en je hebt Racing Point coureurs, nou dat spreekt allemaal voor zich en jij vindt als teambaas zijnde iemand in de Williams heel goed presteren en je hebt iemand in de Racing Point die valt een beetje tegen, dan mag je als teambaas als het kan binnen de contracten, maar dat ga ik straks nog even uitleggen dus mag je dus de Williams coureur naar de Racing Point halen en de Racing Point coureur naar de Williams terugzetten. Als jij denkt dat die Williams coureur het beter kan doen dan degene die daar al in zat. Maar dat is eigenlijk echt puur voor de teambazen. Maar dat is eigenlijk dus ook dat jullie weten van als er bijvoorbeeld mensen binnen een bepaalde team, dus met motor, switchen. Dan weten jullie dus ook van oké, dus het komt misschien omdat de teambaas hem beter vond dan de ander. Daarom krijgt hij de kans. Verder hebben de mensen die zich al ingeschreven hebben bij de F1,
Die kunnen dus niet ook meedoen met de F2. Dus het is, als je in F1 zit, race je daarmee en niet ook nog in de F2. Daarentegen is het wel zo dat F2-coureurs mee kunnen doen met de F1 als bijvoorbeeld reserves, dus invallen als er iemand in de F1 niet kan. En de F2 die heeft gewoon uiteindelijk zijn eigen reserves. Als die leak een beetje vol begint te stromen, dan krijg je die vanzelf wel reserves natuurlijk. Ieder F1-team heeft dus ook heeft dus een teambaas. Nou ja, dat had ik net al uitgelegd. Maar die teambaas die heeft ook nog in de F2 dus junior teams. Dus elk team heeft een eigen academy. Dus je hebt een Mercedes Academy, Honda Academy, Renault Academy en Ferrari Academy. Nou, de stoeltjes in de Formule 1, dat zijn er 22. Hebben wij onderverdeeld over de teams, gebaseerd op livery een beetje. Sommige waren gewoon neutraal, dus die hebben geen livery waar bijvoorbeeld Red Bull op staat, of waar Mercedes op staat, of waar Ferrari op staat. Dat hebben niet alle auto's. Daarom hebben we gewoon een beetje gekeken dat ieder team ongeveer evenveel aantal stoeltjes heeft. Ook daarover met hoe de stoeltjes verdeeld zijn in de F2 kom ik straks nog eventjes op terug. Nou ja, elk teambaas mag binnen zijn eigen teams dus coureurs promoveren en degraderen. Dat had ik volgens mij al gezegd. Sorry. Even kijken. Ja, elke teambaas die mag een F2-coureur een contract aanbieden voor de F1. Maar dan moet het wel binnen zijn eigen academy zijn. Dus een Mercedes-teambaas die mag alleen iemand van de Mercedes Academy naar de Formule 1 halen. Dus hij mag niet dan iemand van de Ferrari Academy pakken om naar zijn team te halen. Dat mag niet. Dan gaat er dus wel degene die hij vervangt binnen jouw team. Degene die dan uiteindelijk geen contract meer heeft binnen de Formule 1, die wordt dus weer teruggezet naar de F2. Omdat die dan blijkbaar dus niet goed genoeg is om een contract te krijgen in de Formule 1. Elke teambaas die mag een drivertest doen met zijn huidige coureurs uit de F1 en de F2 coureurs, dus uit de Jeugd Academy. Dit mag maar 4 keer per seizoen. Nou ja, normaal gesproken zouden we nu eigenlijk zeggen van we zijn al halverwege het seizoen, dus we gaan dat verminderen. Maar we denken dat het voor nu is wat zo kan en anders dan verandert dat alsnog. De drivertesten die moeten eerst van tevoren aangevraagd worden bij de owners, dus bij mij of bij Jason. En dat doen we via de Discord. Zo kunnen wij ook controleren of daadwerkelijk aan die limiet wordt gehouden door de teambazen. Want anders ga je op bijvoorbeeld als iemand 1 race slecht presteert, wordt hij gelijk door de drivertest genaaid, zeg maar, van nou, dan ik vind jou niet meer goed, huppakee, kan je er weer uit. Dus dat willen we daarmee voorkomen. Dus moeten wel gewoon een tweede kans krijgen. Ja, dat ze in principe gewoon nog een tweede extra kans erbij krijgen. Wat ook logisch is, want het zou in het echt ook zo zijn. Albon werd er ook niet direct uit geknikkerd, dus ja. Nee, inderdaad. De teambazen die mogen zeg maar zelf beslissen over de F2-coureurs in zijn jeugdacademie. Dus stel, de Renault-teambaas die heeft bepaalde mensen in de Renault Academy. En die vindt gewoon één iemand gewoon zo slecht presteren van, nou ja, ik zeg van, stel ik ben een Renault-teambaas dan zeg maar. En ik zeg tegen die jongen van, sorry, maar ik vind jou niet goed genoeg. En ik ga jou waarschijnlijk ook geen kans aanbieden om naar de Formule 1 te gaan. Dus misschien kun je beter een ander team kiezen. Dus dan kan je dus in principe in overleg met de coureur zeggen van, nou ja, ik vind jou niet goed genoeg voor mijn academy. Ik heb geen interesse in jou. Dus dan kunnen ze misschien een ander team gaan zoeken als dat mogelijk is binnen de F2 dan als iemand anders zeg maar ook zijn stoeltje kwijtraakt bij een andere academy. En dan als laatste dingetje hadden wij de punten die een coureur heeft gehaald in de Driver Championship, die blijven gewoon staan. Ook als Zwitser coureur van team, dat maakt niet uit, die punten die hou je gewoon voor jezelf. Dus elke punt die een coureur haalt, die is gewoon persoonsgebonden, dus die blijft altijd bij je. Behalve als je dus naar de F2 gaat, dan blijft dat in principe wel staan in de rankings. Maar de punten die je in de Formule 1 hebt gehaald, die neem je niet mee naar de F2. De punten die een coureur heeft behaald bij een team, die blijven dan ook bij dat team staan voor de Constructors Championship. En die worden dus niet meegenomen naar een nieuw team. Dus stel, ik rijd nu bij McLaren. Ik heb daar, ik noem maar wat, 80 punten gehaald.
En ik ga een transfer maken naar bijvoorbeeld Williams. Dat is heel onwaarschijnlijk, maar ik noem maar gewoon wat. Dan gaan die 80 punten die ik heb gehaald voor McLaren dus niet mee naar Williams. Zeg maar, die blijven wel bij mezelf, maar het team van Williams krijgt niet die 80 punten. Dus het is in principe net zoals het in het echt gaat. Dus als een coureur voor een team rijdt, de punten die hij daar bij dat team heeft gehaald, die blijven daar staan. En als hij naar een ander team gaat, dan neemt hij dus die punten niet mee. En dat waren in principe eigenlijk de hoofdlijnen van de nieuwe regels en een deel van de F2 dan erbij. Dus dan gaat Jason jullie nu een stukje vertellen over de contracten. Ja, we hebben dus inderdaad contracten, zoals Jordi al zei. De contractduur in de Formule 1 is voor minimaal 3 races. Dus ze kunnen niet een contract krijgen voor 2 races. Nee, het moet minimaal 3 zijn. Als een teambaas bijvoorbeeld wel zegt van minimaal 2, dan moet je het even zeggen tegen ons, want dat mag gewoon niet. De contractduur mag maximaal wel 10 races duren. Waarom? Omdat wij, wie was het, de Cold War player, die gaf bijvoorbeeld Joris en Jens, gaf die bij Haas een jaarcontract. Nou ja, dat is natuurlijk niet heel erg leuk, want dan kunnen ze niet meer opstromen dit jaar. Dus dat willen wij hiermee voorkomen. Als Ja, het is in principe zeg maar zo, dat is allemaal in de Discord geregeld. Dus als jullie willen, dan mogen jullie dat ook joinen trouwens. Dat zou ik even een linkje van in de beschrijving zetten. Maar wat wij hadden, nou ik kan dat denk ik nog niet echt precies zeggen. Nou eigenlijk ook wel, fuck it, want ze zien het toch wel. Jens en Joris die gaan met z'n twee bijvoorbeeld dan in de Haas rijden. En aangezien Haas een beetje een instapteam is voor Ferrari, zou het dus betekenen dat de mensen van de F2 en de Ferrari Academy dus eigenlijk geen instapkansen hebben om in de Formule 1 te komen. Aangezien de mensen die bij Haas zitten al een contract hebben voor een heel seizoen. Dus dan is het moeilijker voor een Ferrari-coureur om zich te laten zien in de Formule 1. Dan moet hij eigenlijk al gelijk naar een Alfa Romeo of Ferrari toe. En dat is eigenlijk heel onwaarschijnlijk dat dat zou gaan gebeuren. Dus daarom hebben wij een maximum van 10 races gedaan. ja. En ik had nog eventjes één dingetje over de F2. Dat staat hier niet bij de contracten. We hebben niet over de F2 gepraat. Maar de F2 is in principe, je hebt gewoon een vaste stoeltje. En als de teambaas zegt van nou, ik wil jou niet meer, dan wordt je contract op een gegeven moment gewoon ontbonden. En dan ja, moet je een ander stoeltje zoeken of je bent reserve. In ieder geval, als de coureur of de teambaas uiteindelijk niet tevreden is over de coureur of de coureur niet over de teambaas, dan kunnen ze samen besluiten om het contract op te zeggen. Dit kan alleen wel als de coureur en de teambaas het mee eens zijn. Want ja, je kan moeilijk zeggen van ik ga weg en je hebt niks met je teambaas besloten, want dan wordt je teambaas natuurlijk ook verrast en heeft niet een nieuwkomer in het oog of zo. Nou ja, dan is hij natuurlijk genaaid. Als er een, Ja, andersom precies hetzelfde. ja, ja. Als een contract wordt opgezegd, kan de coureur niet weer een nieuw contract aangeboden bij hetzelfde team. Dat is natuurlijk een beetje onrealistisch, want je gaat weg bij Ferrari, maar kan bijvoorbeeld wel weer naar, hoe noem je dat, Alfa Romeo of zo. Dat zou natuurlijk wel heel raar zijn, als dat kon. Het is in principe zo, dus als je contract wordt ontbonden bij een team wat een Ferrari motor heeft, dus mag je niet weer een contract aangeboden krijgen bij een team met een Ferrari motor. Dus zou je per se naar een team moeten gaan met een andere motor. En zodra je dus een transfer hebt gemaakt naar een ander team, dan zou je later alweer terug mogen naar Ferrari. Maar dus niet als jouw contract wordt ontbonden bij Ferrari, dat je daarna weer gelijk naar een Nee. Ferrari motor team gaat. Dat is niet mogelijk. Dat hebben wij dus opgesteld dat het niet mag. Invallen over F2-coureurs in de vrije trainingen. Dat mag gewoon. Een F2-coureur mag tijdens een vrije training invallen. Maar dan moet de teambaas het wel eerst mee overlegd hebben met de coureur. En ja, we hebben daar niet echt een limiet voor, hè? Dat mag gewoon wel gewoon elke keer, zeg maar. Ja, dat is gewoon oneindig. Dus zeg maar, als een teambaas een keer iemand wil zien hoe die rijdt in de Formule 1, zeg maar van zijn eigen academy, dan mag een F2-coureur invallen in een vrije training voor de F1-coureur. Maar dan moet het wel met de teambaas en coureur overlegd zijn. Dat ze er allebei mee akkoord zijn. Dus als de coureur dat niet wil, dan mag een F2-coureur ook niet invallen. Ook al wil de teambaas dat, dan gaat dat niet gebeuren. De coureur moet daarmee akkoord zijn. Aangezien hij een Formule 1 stoeltje heeft en hij via de practice kan oefenen voor
voor de aankomende race. Precies. Nou ja, starttijden van de Formule 1 en de Formule 2. Formule 1 hebben dus een full kwalificatie, omdat we nu een full grid hebben. Dus de full kwalificatie is 18, 15 en 12 minuten. Zo de langdurende Q's. Ja, dan heb je de race 50%. Nou ja, de full kwalificatie begint om 20 uur 15, kwart over 8 dus. En de F2 zal dan een full qualifying hebben van 30 minuten, een sprint race en een future race. En dat begint dan om 6:30. En dus de sprint race en de future race zijn gelijk achter de kwalificatie aan. Dat wel. En dan gaat Jordi nu... Ja, we hebben zeg maar... de Formule 1 is gewoon ons hoofdprogramma. Dus dat houden we gewoon op de vrijdag. Normaal gesproken zou dat eigenlijk altijd om 8 uur beginnen. En nou ja, deze video wordt gelijk op vrijdag geüpload. Vanavond hebben we de GP van Canada. Die start wel gewoon nog om 8 uur. Aangezien er nu nog in F2 races zijn. Maar... we hopen volgende week dan genoeg aanmeldingen te hebben om met de F2 te kunnen starten. We willen eigenlijk een beetje zo'n 6, 7 mensen hebben. Anders is natuurlijk niks aan voor de coureurs en ook niet voor de kijkers. En we hebben er dan voor gekozen met de Formule 2 om hem om 6:30 te doen. Dat hebben we gedaan omdat anders mensen een beetje problemen krijgen met eten misschien. Dat ze dat niet kunnen redden 6:30. Of als we dat eerder dan 6:30 zouden doen. Dus daarom hebben we voor 6:30 gekozen. De full qualifying in de F2 doet meestal 30 minuten. Dat is, we kunnen dat niet korter maken, anders krijg je een one-shot qualifying. Dus een 30 minuten qualifying in de F2. Daarna hebben we dan een sprint race en een feature race. En beide races samen zijn ongeveer met laps even lang als een normale Formule 1 race. Dus je moet eigenlijk ervan uitgaan dat het een beetje dezelfde afstand is dan uiteindelijk. Als het goed is, zijn we dan... rond 8 uur ongeveer klaar. Dan hebben we een kwartiertje de tijd om de boel voor de Formule 1 klaar te zetten. En dan gaan we met de Formule 1 starten. Dus je moet het eigenlijk zo zien, net zoals met de Formule 1 en de Formule 2 in het echt op zondag. Je krijgt eerst de Formule 2 race op de zondag en daarna komt de Formule 1 race. Nou, dat willen wij eigenlijk ook een beetje nabootsen dan met onze race league. Alleen dan op vrijdagavond natuurlijk. Dus vandaar die keuze. Nou, dan neemt Jordi ons mee in de F2 teams verdeeld over junior teams voor de Formule 1. Ja, als je op de site bent, dat leggen we zometeen nog even uit met de tutorial die na het stukje komt als ik hierover klaar ben. Kun je in ieder geval zien dat je kan kiezen voor een academy. Nou, die academies hebben dus verdeeld over de 22 stoeltjes in de Formule 1, of in de Formule 2. De teams die behoren, of nou ja, de stoeltjes die behoren tot de Mercedes Academy zijn de twee stoeltjes bij Dams. Eén stoeltje van BWT HWA Race Lab en dat is dan het stoeltje van Markelov. We hebben een stoeltje bij Campos Racing en dan is het stoeltje van Aitken. Eén stoeltje bij Trident en dat is het stoeltje van Nissany. En één stoeltje bij Hightech Grand Prix en dat is dan het stoeltje van Giotto. Bij de Honda Academy hebben we twee stoeltjes bij het team van Carlin, twee stoeltjes bij het team van MP Motorsport en één stoeltje bij het team van Trident en dat is dan het stoeltje van Sato. Bij de Ferrari Academy hebben we één stoeltje bij Univirtuosi Racing en dat is dan het stoeltje van Islet. Art Grand Prix hebben we één stoeltje en dat is het stoeltje van Armstrong. BWT HWA Race Lab hebben we één stoeltje en dat is het stoeltje van Alesi. Bij Prema Racing zijn beide stoeltjes voor Ferrari. En bij Hightech Grand Prix hebben we één stoeltje en dat is het stoeltje van Mazepin. Bij de Renault Academy hebben we één stoeltje bij Univirtuosi Racing en dat is dan het stoeltje van Zoo. Bij Art Grand Prix hebben we één stoeltje, dat is het stoeltje van Lundgaard. Bij Campos Racing hebben we ook één stoeltje, dat is het stoeltje van Samaya. En bij Charus Racing System hebben wij twee stoeltjes. Dus zo hebben wij de stoeltjes een beetje onderverdeeld. Dat is gebaseerd op de livery, dus zoals ik al had gezegd. Dat hebben wij gedaan. Het is een beetje raar als iemand in een Ferrari Academy zit en die rijdt met een Red Bull livery rond. Dat is natuurlijk een beetje raar, dus daarom hebben wij het op deze manier ingedeeld. Wel is het dus van belang dat als je je inschrijft bij de F2 en dan voor een bepaald stoeltje hebt gekozen, dat je dus ook met de races en met de qualifying met de race en qualifying en met de practices, dat je dus dan ook dat
specifieke stoeltje kiest. Dus als jij voor als jij in de Mercedes Academy zit en je rijdt voor Campus Racing, kies dan ook echt het stoeltje van Aitken. Anders dan krijg je dat met die liveries, dat het er dus anders uit komt te zien dan dat eigenlijk de bedoeling was. Dus dat is wel echt van belang. Dat staat hieronder in het bestand. Als je dat zometeen nog terug wil lezen, staat het er ook in koeienletters onder. Eigenlijk hebben we verder nu niks meer te zeggen. We hopen in ieder geval dat alles zo duidelijk is voor zowel de kijkers als voor de nieuwe spelers. En nou ja, dan hopen wij jullie vanavond weer te zien bij de GP van Canada en in het vervolg bij andere video's en de Race League Ja, natuurlijk. nou ja, Ja, zometeen. Nou ja, hierna komt dus nog eventjes de tutorial. En daarachter komen twee screenshots van het bestand. Zodat jullie weten hoe je je kan inschrijven. En nog eventjes de regeltjes rustig door kunt lezen. En dan heb ik eigenlijk niks meer te nee, zeggen, ik ook jij? niet. Nou, dan checken wij jullie later, mensen. Later. Joejoe! De tutorial, wat we hadden beloofd aan het einde van de video. Nou, we gaan dus ons inschrijven voor de F2. We doen eerst deze website dg.dutchevenie.jouweb.nl. Jullie kunnen het hier ook nog zien, dus daar moet je dus inschrijven. Dan doen we dit. Inschrijven F2 kan ook gewoon zo doen, dat is het makkelijkste, denk ik. Dan vul je je naam in. Nou, ik doe dan mijn naam. Dan doen we hier mijn PlayStation naam. Noemen we hier mijn e-mail. Zal ik Jude's e-mail even gebruiken? Ja, dit is heel makkelijk, maar voor sommige mensen snappen het niet. Want je moet niet alleen de Discord joinen, natuurlijk, de Discord is leidend. We hebben ook een WhatsApp-groep, maar in Discord wordt alles gedeeld, omdat niet iedereen zijn telefoonnummer mag delen. En Discord is ook gewoon wat overzichtelijker, vind ik zelf. Nou, dan kan je Driver Academy kiezen. Ja, ik ben zelf teambaas van Mercedes, dus we doen Mercedes. Oké, nou, dan krijg je hier dus een heel lijstje. En dan moet je heel goed gaan kijken, want... Trouwens, ik zal eerst even zeggen, voordat je een Driver Academy kiest, moet je eerst naar standen gaan. En dan coureurslijst F2. Maar daar komen we zo even op, maar voordat je dat dus invult, kijk daar even naar. Kijk de video even af waar je dan voor naar moet kijken, aangezien we dit nu helemaal aan het invullen zijn. Nou, dan moet je goed kijken welk stoeltje is Mercedes. Nou, Campos van Aitken is een stoeltje van Mercedes. Dan moet je hier je autonummer invoeren. Nou, ik weet toevallig dat ik in mijn team nummertje 31 gebruik. Doen we WhatsApp groep. Ja. En het telefoonnummer kan je dan invoeren. Dat doe ik niet per se. Want Discord is leidend. Ben je de Discord al gejoind? Nee, maar ik ga nu Discord joinen. Is verplicht. Nou, dan kan je hem dus verzenden. Je kan ook nog een kopie aanvragen. Dan krijg je een kopie toegestuurd van wat je allemaal ingevuld. Oké, nou, dan nee, niet naar Drive Standings F1. Gaan we naar coureurslijst, Formule 2. Dit is belangrijk, want hier zien we de aantal aanmeldingen. We hebben nog niet zo heel veel aanmeldingen voor de Formule 2. Ik zal het linkje van de website ook wel even in de videobeschrijving zetten. Maar, ja, we hebben dus nu 5 mensen en hier moet je dus naar kijken. Bijvoorbeeld Red Bull heeft nu al 3 mensen. 2 in Carlin, 1 in MP Motorsport en Mercedes heeft er eentje en Ferrari heeft er eentje.
Dus ja, het gaat al redelijk hard. De coureurslijst in de F1 zit al helemaal vol. Dus daar kan je helaas niet meer in. Vandaar dat we dus een F2 hebben gestart. Ik hoop dat het voor jullie zo duidelijk is. Hier kan je nog de racedagen zien van de F2. Die zijn natuurlijk nog niet bekend. Vanwege dat we een aantal minimale spelersaantal willen hebben. Mocht de F2 beginnen. Ja, ik hoop in ieder geval dat ik jullie zo voldoende heb geïnformeerd. En dit was het einde van de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren en te liken voor meer. En dan zie ik jullie later. Doei!